hiermee maak ik mijn worstbroodjes. Bloem, bolino, water, gist, zout, boter, melkpoeder, worst en mijn geheime ingrediënt. Het worstbroodje moet mooi zijn en ook wel een beetje glanzen en moet natuurlijk ook lekker zijn. Het is niet voor het eerst dat Eline wint. Vorig jaar won ze ook al. Ik vond het gewoon heel leuk om eraan mee te doen en om eerste te worden vind ik gewoon heel leuk. Haar liefde voor het bakken zit in de familie, want haar vader en opa zijn bakkers. Ze gebruikt voor haar worstenbrood een geheim familierecept en geeft er haar eigen draai aan. Want haar vader deed ook mee aan de wedstrijd, maar hij viel niet in de prijzen. Ik vind die van mij toch wel mooier nou, hoor. Nou, ik niet. Nee? Hoezo niet? Echt wel. Ik denk dat ik net wat slow moet doen en ik denk dat mijn vader alles een beetje snel wil doen, maar ik ben een beetje juist precies. Om te vieren dat ze heeft gewonnen, krijgen haar klasgenootjes vandaag een vers gebakken worstenbroodje. Was er lekker aan? Dik. En de worst is ook wel lekker. Hij is warm en hij is zacht of zo. Ja, het deeg is ook wel lekker. Ik vind hem echt geweldig. En het is ook wel bijzonder, omdat het zo'n klein dorp is en dan wint Eline daar. Tja, deze kinderen zijn dol op worstenbroodjes. Maar verrassend genoeg, Eline niet. Ik begon met het maken en dat vond ik heel leuk. Alleen ja, heb ik het nooit heel lekker gevonden. Hoe zorg je er dan voor dat hij toch lekker is, als je het zelf niet zo lekker vindt? Gewoon goed maken, andere mensen ook laten proeven. Nauwkeurig werken, een geheim ingrediënt en fijnproevers om je heen. Dat is het recept tot Eline's perfecte worstenbroodje. Ze hoopt ze alleen maar nog lekkerder te maken en heeft grootse plannen voor de toekomst. Nou, ik wil een eigen webshop gaan beginnen en ik wil ook volgend jaar mee gaan doen met professionals in plaats van met thuisbakkers. En laten de bakkerij van mijn vader overnemen.